Gerard, hoe zie jij op deze dag terug? Ja, nou kijk, we starten met twee dames, Renate en Irene, die de reputatie hebben dat ze op deze afstand met de beste mee kunnen. In dat licht bezien kan het zeker voor iemand die zeg maar zomaar instapt en de resultaten van Renate van vorig jaar, wereldkampioen, en de Olympisch kampioen in de vorm van Irene, de verdedigend wereldkampioen, die kan zeggen van nou, dat is misschien wat teleurstellend. Maar ik moet zeggen, je zet het af tegen de realiteit. En ik denk dat Renate heeft laten zien een aantal stappen gemaakt te hebben. Die rijdt in ieder geval de beste race van het seizoen. Ja, die deed het keurig. Ja, er zit misschien nog net even een klein beetje te weinig lef in. Maar als je een opstart van het seizoen hebt gehad zoals zij dat gehad heeft, dan denk ik dat je dat een beetje kan verwachten. Zeker omdat je ook ziet dat het ijs heel erg zwaar is. Dus in die zin heeft ze een nette race gereden. Ze heeft zich in de race gehouden, ze heeft in de race gevochten. Het zou mooi geweest als ze die race net gewonnen had. Maar veel meer dan een achtste of negende plek had er waarschijnlijk niet ingezeten als ze het maximale uit haar lijf had getrokken wat er nu ingezeten had. En Irene die rijdt in het laatste paar en dan heb je maar één keus. Je moet voor een medaille rijden. En dat doet ze. Dat doet ze in een enorme aanvalslust en ze laat zien dat ze ook daarvoor wil gaan. En dat vind ik knap en dat ze het dan net niet volhoudt, dat is all in the game. Het was de enige weg naar glorie. Het was de enige weg naar glorie, ja.